AMOF, NICEF en CWI delen de core switching infrastructuur. En we delen ook een opslagsysteem wat bij het NICEF staat. En als je kijkt naar de switching, dan zie je dat dat zeer succesvol is. Omdat we al 3 keer een uitbreiding in het systeem geplaatst hebben. Onder andere de 100 gig poort voor Surfnet 7 toegang. Voor AMOF specifiek biedt de 100G poort ons de juiste infrastructuur om voor de wetenschappers de grote bestanden die bij onderzoeksopstellingen vandaan komen naar de rekenclusters bij SARA te krijgen. Nou, historisch is het zo dat meetopstellingen enkele plaatjes genereren en de tendens die je de laatste tijd ziet is dat er met behulp van videocamera's dat er grote videobestanden uitkomen. En om die grote videobestanden ook werkelijk bij de rekenclusters te krijgen, heb je een goede infrastructuur nodig. En die netwerkinfrastructuur die we hier nu hebben, die op Surfnet 7 aansluit, die biedt ons de mogelijkheid om datasets bij SARA te krijgen. Surfnet 7 wordt gedeeld tussen NICEF, AMOLF en CWI. Nou, er zijn technische voorzieningen mogelijk om ervoor te zorgen dat de verbinding van CWI en AMOLF niet weggedrukt wordt door de grote datastromen van NICEF. NICEF slaat data op die geproduceerd wordt door de deeltjesversneller in Genève. Vanuit de hele wereld wil men weer bij die data kunnen komen. Bijvoorbeeld vanuit Peking en Tokio gebeurt dat. Vorig jaar liep onze 10 gig verbinding al behoorlijk vol met dit dataverkeer. Dus om op de toekomst voorbereid te zijn is een upgrade naar 100 gig noodzakelijk. Het CWI, maar ook AMOF en NICEF zijn geen hele grote instellingen. Maar door samen te werken kunnen we toch grotere routers en storageomgevingen aanschaffen die dan betrouwbaarder en sneller zijn. Het CWI heeft plannen op het gebied van het gebruik van de multiservice poort voor telefonie. In samenwerking met AMOF kijken we of de leverancier er toe over te halen is om via deze infrastructuur ons telefonie aan te bieden in plaats van via de huidige analoge aansluiting.